Goeiedag, het is deze dagen erg zacht en we gaan eens kijken of het ook komende week zacht blijft. In het zuiden van Nederland is het herfstvakantie en het zou natuurlijk mooi zijn als die temperaturen hoog blijven en dat je bijvoorbeeld een heerlijke boswandeling kan gaan maken. We pakken het Amerikaans model erbij, dat is een mooie leidraad voor de komende periode. En we zien dan op zondagmiddag een lage drukgebied bij Ierland liggen, boven de Golf van Biscay. Een groot lage drukgebied met daaromheen toch ook wel wat onstabiliteit, flink wat neerslag. En wij krijgen ook met een aantal buien te maken. In de loop van zondagmiddag en ook zondagavond kunnen er een paar stevige buien overtrekken. En ook maandag is dat het geval, als dat lage drukgebied wat meer naar het noorden gaat bewegen. En we ook nog een windveldje mee gaan pakken. Het wordt maandag een beetje onstuimig, zeker aan zee. Zware windstoten mogelijk in het noordwestelijk kustgebied. Maar ook boven land gaat het toch echt wel pittig waaien. Een vrij krachtige wind, een vlagerige wind ook. En dan trekken er ook nog een aantal buien voorbij, mogelijk met onweer. We zetten de animatie aan. We zien dat lage drukgebied naar het noorden trekken. En dan komen we op dinsdag uit bij een uitloper van een hoge drukgebied. Die passeert dinsdag en die ligt dan woensdag nacht boven de Noordzee. Die uitloper van het hoge drukgebied zorgt ervoor dat het overwegend droog weer zal zijn op dinsdag. En dat er ook perioden met zon zijn. En in de middag is er een gedeeltelijke zonsverduistering waarneembaar. En ik denk dat het zicht daarop best wel goed is, omdat er wolkenvelden en opklaringen zijn. Dus een deel van die zonsverduistering, dat moet toch wel te volgen zijn. We zien ook nog steeds dat lage drukgebied boven de oceaan liggen. Dat blijft daar voorlopig liggen. Dat ligt daar eigenlijk rotsvast, zou ik bijna willen zeggen. En dat betekent ook dat die zuidelijke stroming, die zuid-zuidwestelijke stroming, in stand blijft worden gehouden. En zachte lucht vanuit het zuiden komt aan onze kant op. Nog zachtere lucht, want de temperatuur zal in de tweede helft van de week gaan oplopen in een groot deel van het land tot 20 graden of meer. En dat is zeer bijzonder voor deze tijd van het jaar. Dat komt natuurlijk wel eens vaker voor, maar het gebeurt niet al te vaak. Ja, die zuidelijke stroming blijft hier dan ook in het weekeinde en volgende week? Dat is nog een beetje de vraag. Ik ga vooraan bekijken hier naar het Amerikaans model. En we zien ook op de weerkaart een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. Het lijkt erop, volgens dat Amerikaans model, dat het hoge drukgebied wat meer naar het oosten, zuidoosten gaat trekken. En dan kan, niet komende week, maar die week erop, de storingen vanaf de oceaan wel dichterbij komen. En dan zou het weerbeeld wisselvalliger worden. Maar als ik een weerkaart van het Europees model erbij pak voor maandagmiddag 12 uur, dan zien we een heel ander beeld. Dat is dus niet voor aanstaande maandag, maar die week erop, 31 oktober om precies te zijn. Het hoge drukgebied ligt dan nog steeds boven Centraal-Europa, met een uitloper zelfs richting de Benelux. En hier zou wel eens een extra kern van dat hoge drukgebied kunnen gaan opbouwen, zo'n beetje op dinsdag, woensdag. En dan krijg je natuurlijk een heel ander weerbeeld. Dan kunnen die storingen niet dichterbij komen en hebben wij te maken met heel rustig weer. Nou, die onzekerheid tussen die twee modellen, die zit ook wel in het Europees model zelf. In de pluimverwachting komt dat best aardig tot uiting. Als ik eventjes de pluim erbij pak, dan zien we voor regio Midden die hoge temperaturen terug. Dat is zo'n beetje vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Temperaturen van 20 graden of nog iets meer, ook in het midden van het land. Maar tegelijkertijd zien we in het weekend ook wel de onzekerheid toenemen. En ook begin volgende week is dat duidelijk zichtbaar. En dat betekent dus dat het niet duidelijk is of dat zachte weer aanwezig zal blijven, ook begin volgende week, of dat we toch naar een meer wisselvalliger weer gaan met iets lagere temperaturen, die overigens nog steeds te hoog zijn voor de tijd van het jaar. Ik wil u toch ook nog even de pluim laten zien voor het zuiden en zuidoosten van het land, want ook daar zien we die hoge temperaturen vanaf donderdag. Dit is de lijn van 20 graden. Het komt er allemaal duidelijk boven. Temperaturen lokaal van 23 graden zijn zeker niet uitgesloten. En ook hier zien we dan in de loop van het weekend dat het wisselvalliger gaat worden. Kijken we ook nog eventjes naar de neerslag. Want is het dan nat of droog op die dagen dat het zo warm is? Nou, waarschijnlijk zijn het gewoon overwegend droge dagen. Als we naar de neerslag kijken, zien we maandag natuurlijk wel flinke kans op neerslag. Dat heeft met die buien te maken die overtrekken. Vanaf dinsdag dus die uitloper van het hoge drukgebied. En dan houden we een beetje die zuidelijke stroming waarin hoge druk toch dominant is. En de kans op veel neerslag is dan ook zeer klein. Heel misschien dat er een keer een buitje overtrekt. Ik wil dat niet helemaal uitsluiten. Maar de kans op droog weer is toch wel erg groot.
Nou, tot slot nog even de dinsdagmiddag. Rond het middaguur is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Wat kunnen we dan zien als er niet te veel bewolking aanwezig is? Nou, er wordt een hapje uit de zon genomen hier. In de animatie is dat duidelijk zichtbaar. Het maximum 5 over 12, dan is zo'n 22% van de zon bedekt. En dan wordt het geleidelijk aan weer minder. En rond 1 uur is het allemaal voorbij. Nou, als er niet te veel bewolking is, kunnen we dat ook mooi gaan volgen op dinsdag. Nog een fijne dag.